veel rode hoofden, zeg maar. Ja, ja, dan wordt er wel een beetje bij. Heb je het dan over bewoners of medewerkers? Vooral medewerkers. Het is warm. De ouderen zijn een risicogroep en moeten het hoofd koel houden onder deze omstandigheden. Dat zorgt ervoor dat de medewerkers in de zorg een stapje harder moeten lopen. Het is sowieso is het zomerperiode, dus de bezetting is al iets minder. Dan is het extra warme weer, dan is het, is het veel. Ja, in de zomer ben je gewoon multifunctioneel. Ik ben verpleegkundig specialist in opleiding, maar ik ben daarnaast ook gewoon op de vloer aanwezig. Ik deel medicijnen, ik deel eten rond, ik help met mensen wassen. Ja, zelfs de manager die zet koffie, familieleden helpen. In de zomer kan je gewoon alles. We hebben 3 minuten de tijd om kort een paar vragen te beantwoorden. U heeft het druk? Ja, altijd. Ja, zeker nu in de vakantieperiode, maar dus ook leuk druk. Alles om de bewoner het zo aangenaam mogelijk te maken. We hebben airco's, we hebben drinkrondes, bouillon, ijsjes, voetenbadjes waar nodig. Ook het management steekt de handen uit de korte mouwen. Nou, ik probeer wel overal even langs te lopen, 1 of 2 keer op een dag. Dus even te kijken van, hey, hoe staat het ervoor en kan ik zelf ook nog wat doen? Is misschien niet regulier, maar ik denk dan het is wel belangrijk dat ze daarin gehoord en gesteund voelen. Is die ook verbeterd? Ze beginnen eerder, draaien tropenrooster, werken met minder mensen, 3 keer zo hard. Is misschien dus eigenlijk nog wel zwaarder voor de medewerkers dan voor de bewoners deze hitte? Ja, ik zou het niet zo durven stellen, want het is echt wel heel warm af en toe. Een oud gebouw met 3 verdiepingen en een plat dak is het echt wel aanpoten. Ja, we hebben nou ook sinds met deze hittegolf hebben we hitteprotocol. Ga je dan eens kijken van wat kunnen we doen? Behalve de standaard, hè, dat extra drinken, het extra bouillonnetje. Zijn we nou ook vragen we iemand om 1 uurtje eerder te beginnen? Zodat je wat eerder de zware zorg kan leveren. Dan werk je samen met de nachtdienst 1 uurtje als start je al op. Dus start om 6 uur. En dat scheelt dan weer in de dag, want het is 's ochtends gewoon goed te doen. En 's middags wordt het steeds warmer. Medewerkers hebben een cadeautje gekregen om deze dagen wat beter door te komen. Dit hebben wij gisteren gekregen. En het is een schaaltje. En die blijft koel. Dus als je die ga je, ik zal het eens laten zien. Die komt droog, die ga je in water leggen, in kraanwater voor 1/2 uurtje. En dan heb je hier van die bolletjes in, wat opgevuld wordt met water. En dat blijft dan lekker koel en koud. Vanochtend nat gemaakt, lekker in koud water gelegd en de hele dag gaat om. Maar de medewerkers, ja, dat zijn toch echt wel de sterren deze zomer. Ja.